graag eens kijken hoe dat de bloemmaker werkt. Mag heeft een heel leuk project bedacht waarmee ze jullie kan laten zien hoe dat je het moet gebruiken. Ja, ik ga jullie even de apparaatjes laten zien. Er zitten er twee van in één verpakking. We hebben een ronde en een vierkante. En ik moet het eigenlijk even goed laten zien. Kijk, dit is de ronde. Hier maak je ronde bloemetjes mee. En dit wordt degene waar je vierkante bloemetjes mee maakt. En hij komt in twee delen. Er zit een pootje aan. Het wijst eigenlijk zichzelf wel. Maar het staat ook beschreven op de verpakking trouwens, ja, hoor. Je klikt het pootje erin. Je draait hem zodat het pootje vast komt te zitten. Je draait hem een kwart slag. En daarna pak je de bovenkant van het apparaatje vast. Kijk, en dan als je hier aan draait, dan komen de pinnetjes aan de zijkanten eruit. Het is echt een heel leuk ding. Ja, ik ben heel benieuwd wat we ermee gaan doen. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Dus je, wat ik al zei, je draait, je zet je pinnetje erin. Die verzeker je door hem een kwart slag te draaien. En dan draai je aan de bovenkant van het paaltje, zeg maar, om de pinnen eruit te halen. Nou, je hebt uiteraard wol nodig. Er zit een naald bij. Ja, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Ja. Er zitten er zelfs twee bij. Je hebt eigenlijk maar eentje nodig, maar dan maakt niet zoveel uit. Er zitten twee naalden bij. Die zijn om straks de boel te verzekeren. Ik zal jullie eerst laten zien wat je er uiteindelijk mee kunt doen. Is dat wat? Ja, dat vind ik een leuk plan. Eigenlijk wel. Ja. Dat is wel leuk, want dan weten de mensen wat ze kunnen maken. Ja. Beetje voorbereidend werk gedaan. Ja. Ja, keileuk. Ja, superleuk. Dit zijn dus de bloemetjes die ermee gemaakt zijn. Ja, je kan het eigenlijk overal op doen. Het is niet alleen het kransje natuurlijk wat je ermee kunt maken. Ik heb nou een kransje gemaakt. Maar ja, ik denk dat het enige is. Leuke corsage of zo. Ja, haarspelden. Leuk. Echt, je kunt er van alles mee doen. Ja. Dus we hebben dit even losgelaten. Want dan kan ik jullie ook nog laten zien hoe dat kransje in dit geval... Hoe we hem opbouwen. Dus ik heb hier 6 bloemetjes in gedaan. En ik heb voor de mensen die kunnen haken, hebben we er wat blaadjes nog bij gehaakt. En we zullen in ieder geval zorgen dat alle patronen erbij zitten. Ja, inderdaad. Dus dat is wel leuk. Ja. Bloemetjes er even af. Want dan kunnen jullie zien wat eronder zit. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een gehaakte krans gemaakt. Zullen we ook een patroontje erbij zetten. En ik heb in die krans, want hij moest ook een beetje verstevigd worden. Ja. Laat ik jullie even zien. Kijk, gewoon een stukje kartonnen doos. Ja. Een mooie cirkel knippen of snijden en dan... Ontbijtbord, nee niet, diep bord, of een groot bord heb ik gepakt en een klein bordje erop gelegd. Even de potlood erlangs uitknippen en is klaar. Ik heb de achterkant donkergroen garen voor gebruikt, de voorkant lichtgroen garen. Dan kun je er ook nog wat een beetje mee afwisselen. En dan ga ik natuurlijk je bloemetjes maken, want dat is eigenlijk het leukste natuurlijk. Ja. En die kun je er dan later of opnaaien of... vastplakken of net wat je ermee gaat doen. Dus dit wordt een beetje het eindresultaat. Ik schuif hem even aan de kant. Ja. Ik ben benieuwd hoe we de bloemen gaan maken. Oh, dat is hartstikke makkelijk. Ja. Ik ga de ronde gebruiken, want die heb ik hier ook in zitten. Dus die had ik al vastgedraaid. Ik zal moet even grijpen. Ik denk dat ik... Je kan het met allerlei materialen natuurlijk doen. Ik heb in dit geval voor acryl gekozen. Oké. Dan heb je een iets dikker draadje. We hebben natuurlijk ook katoen. Deze bolletjes acryl liggen natuurlijk allemaal in de winkel. Hè? Allemaal verschillende kleuren. En een heleboel leuke kleuren, zoals jullie zien. En dit is het acryl. En aan de andere kant hebben we het katoen liggen. Dat is een iets dunner draadje. Ja. Dus als je dat doet, Eline, dan moet je gewoon wat meer garen erop gebruiken. Want dat katoen is natuurlijk een dunner draadje. Het is wat dunner, maar door er meer op te doen, wordt het toch een dan volle Dan krijg je een vollere bloem. Dus, nou, ik zal hem even laten zien. Je pakt je draad vast. Je pakt je paaltje dus vast. Dan neem je je draad bij aan de onderkant. Dat hou je even samen. En je werkt dus eigenlijk aan de achterkant, zeg maar, aan het platte gedeelte. Okay. En het enige wat je moet doen is eromheen wikkelen. Ik tel altijd. Ik ga nu de tweede keer erom, derde keer, vierde keer. En dan ga ik naar het paaltje ernaast. Dus 1 keer, 2 keer, 3 keer. 4 keer. Volgende. Ga ik naar de volgende. Ja. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Oeps. Wil jij mijn bolletje afnemen? Ja, dat is goed. Daar moet ik naartoe. 2, 3, 4. En dan ga ik hier naartoe. 2, 3, 4. En naar de volgende.
Oh, dat was hem al. Nou, tenminste. Ik doe nog een rondje van de zaak extra, want ik hou van de mooie volle bloemetjes. Ik ga even het voorbeeldje erbij laten zien. We hebben genoeg wol, dus... Ja, wol genoeg, dus... Draai maar raak. Hier was ik gebleven, dus dan ga ik nog een ritje van 3 doen. 1, 2, 3. En dan daar naartoe, 2, 3. Daar naartoe, 2, 3. Ik moet snel gewoon, want je hebt een beetje doorwerken. Oh, ik had er 1 te veel naar. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Nee. En nog eentje volgens mij. Ja, 2. Ja. En je kunt even, kijk, als je hiernaar kijkt. Kijk, je ziet nu ook dat alle garetjes, tenminste alle paaltjes, ongeveer even dik opgewikkeld zijn. Ja. Nou hebben we de schaar nodig. Die ligt ook aan de andere kant. Yes. Hatsikidee. Dank u. Kijk, wat je doet, naald en draad. Ik heb best wel een lange draad afgeknipt. Nou, wat moet ik gokken? Ik denk gauw een centimeter of 70, 80, denk ik. Ik heb een dubbele draad, vind ik het mooiste. Wat je nu gaat doen is met naald en draad ga je een stiksteek maken. En dat ga je eigenlijk om de, hoe zeg ik dat nou, om de bloemblaadjes doen. Dus ik begin hier, aan deze kant. Ik steek hem eronder door. Dat is het fijne van die naald. Hij is flexibel, weet je. Hij buigt mooi mee. Je trekt hem aan. Het ziet er misschien een beetje klungelig uit nu, want je kunt dit het beste doen als je op je stoel zit, dit ding tussen je knieën klemmen. Ja. Dan kijk je er recht bovenop. Nou jongens, tip van de dag. Ja, tip van de dag. Zit het, dat ding tussen je knieën klemmen en dan naai je zo met een stiksteek, blaadje voor blaadje. Mooie stevige basis. Kijk, dan blijft hij hier af en toe achterhaken, maar goed. Dat komt omdat ik hem helemaal... Ik zit er eigenlijk niet goed voor, maar goed, maakt niet uit. Als je hem dus tussen je knieën doet, heb je gewoon goed overzicht, kun je hem stevig vasthouden. Kijk, nou heb ik een beginnetje gemaakt. Dus nou ga je, hier ben ik uitgekomen, dus nou steek je hem daarin. Je moet hier uitkomen, je steekt hem daarin, onder 2 blaadjes door en je trekt je draad aan. En dan niet achter die pinnetjes blijven hangen. Ja, dan kun je misschien beter even een beetje kantelen, zodat hij daar niet omheen... Maar ik zeg al, jullie moeten het goed zien, dus ik moet hem even recht houden. Ja. Maar het werkt natuurlijk makkelijker naar je toe, maar dat begrijpen jullie wel. Dus ik zit een beetje te klungelen nu, maar het idee is denk ik wel duidelijk. Ja. Oké. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Nou, dan zal ik hem eventjes verder afmaken zo. En dan is het eigenlijk het leukste als je een dubbel rijtje met steken doet. Kijk, je gaat eerst 1 keer helemaal rond. En dan de tweede keer, dan krijg je een beetje dit effect. Ja. Een wat steviger Kijk, je mooi hebt nu, hart. Ja, we werken wel met een dubbele draad. Maar als je zo meteen al 1 keer rond geweest bent en je gaat dan nog een keer erachteraan, dan krijg je een hele mooie dubbele draad volle, hier. Vol hart, En je kunt hem zo eventjes naar beneden schuiven. Ja. Okay. En wat ook leuk is, is bijvoorbeeld gewoon verschillende kleurtjes gebruiken. Verschillende draadjes zelfs, dus verschillende soorten. Ja, je kunt zelfs een katoenetje en een acrylgaar gewoon combineren. Je kunt metallic draad met leuk, een groezeltje eraan. Ja, je hebt gewoon keuze genoeg. Ja, als je maar een garentje hebt en inderdaad, net wat je zegt, en de meest leuke kleurencombinaties maken. Licht hartje, donker hartje, dus leef je uit zou ik zo zeggen. Dat je... Kijk! Dit is mijn draad, daar zit mijn naald aan. Ik ben 2 rondjes geweest. En nou zijn we zover dat die ervan af moet. Zie je hoe leuk het is? Het is nu al een leuk bloemetje. Ja. Nou draai je hem weer om. Dan draaien we aan de bovenkant van het paaltje. Nou, kijk, je ziet het eigenlijk al. Hij vloekt gewoon los. Hij schiet gewoon los. Als ik je een tip mag geven, niet te strak opwinden. Dan komt er te veel spanning op staan. Ja, dan gewoon, draait hij niet lekker terug. Losjes opwinden en dan zie je het. Je draait het paaltje aan en hij schiet er zo af. Nou heb je je bloemetje eigenlijk al. Het enige wat je nu nog moet doen is je draadjes. Nou ja, nee, eigenlijk eerst bepalen welke voorkant of welke kant je boven wil hebben. Of dat je voorkant moet worden. Ja. Of eventueel de andere kant. Je knipt je draadjes af. En als dit je achterkant moet worden, dan steek je. Je werkt even je uiteinde weg. Kijk, op die manier. En ik haal hem er nog een keer onderdoor. Dat hoeft geen schoonheidsprijs. Het hoeft alleen maar vast te zitten. En dat doe je hetzelfde met die. Je uiteinde. En dan is je bloemetje klaar. En dan kan hij op je krans geplakt worden. Of op je tas. Of op je tas. Of ja, ik zou zeggen, je kunt zoveel kanten op. Ga gewoon lekker aan de slag. En veel plezier ermee. Ja, veel plezier.